Maxima-kanaal bij Den Bosch is vanochtend in gebruik genomen. Aan dit 95 meter lange containerschip de eer om als eerste door het kanaal te varen door de sluis bij Empel. Dankzij het 8 kilometer lange kanaal is het vanaf vandaag een stuk rustiger met vrachtschepen in de binnenstad van Den Bosch. Want het kanaal zorgt ervoor dat er na 200 jaar niet langer door, maar om Den Bosch wordt gevaren. Het is ook voor het eerst in 20 jaar dat er in Nederland weer een groot kanaal is gegraven. Ga naar verslaggever Femke de Jong. Ja, Femke, jij mocht als eerste meevaren op die boot. Dat was inderdaad het geval. Een uniek moment. Het was helaas erg nat, maar daar heeft zo'n kanaal natuurlijk helemaal geen last van. Het is een bijzonder moment omdat er voor het eerst boten langer dan 50 meter Veghel kunnen bereiken. En dat kon eerst niet omdat het verkeer allemaal door de binnenstad van Den Bosch moest. En dat dat nu wel kan, dat is een grote winst voor het bedrijfsleven, maar ook voor de scheepvaart. Ik had het een bijzondere tocht willen. Ja. Ik heb ook mijn vader meegenomen. Zijn vader zei al, ja, hier gaan we dan naar binnen, hier in Empel. Maar ja, nou hebben we dan inmiddels 70 jaar verder. Dan gaan we dan eindelijk Empel binnen. Dus ja, het is wel uitgekomen. Het heeft alleen lang geduurd. We hebben best wat hinder veroorzaakt voor de omgeving hier in de regio. Maar gelukkig zijn ze er nu toch om ook trots naar ons te zwaaien en toch mee te genieten van het moment van dit eerste containerschip wat hier naar Veghel gaat varen. Die paar kilometer waar je nu overheen vaart, is 430 miljoen euro. Ja. Dat is nogal wat. Ja, dat is zeker nogal wat. We zullen er voorzichtig mee zijn. Ja, dan gaat die uniek moment, Femke. Nu heet het Maxima-kanaal. Komt de koningin zelf ook nog? Die gaat inderdaad komen. Althans, het is niet helemaal zeker. Maar je zag net die woordvoerster van Rijkswaterstaat. Ze zei van, als ze niet komt, dan ga ik mijn regelaars van vandaag opeten. Dus kijk, ze komt wel. Oké. Okay.